Kijk. Ja. We worden echt al toegeboerd. Dit zijn ze. Dit zijn ze. Zo'n 45 stuks in totaal. Lakenvelders. Ja. Waarom heet een lakenvelder een lakenvelder, Karel? Nou, ik denk dat als je naar die koeien kijkt, dat het dat wat duidelijk is dat ze en aan de voorkant en achterkant één kleur hebben met een wit laken om het lichaam. Wat vind jij er nou zo mooi aan? Het mooie eraan is dat het is een oud-Nederlands ras. Er zijn er op zich heel weinig van. En zeker om weer goede kalveren eruit te fokken, blijft een kunst. Dus dat is jouw uitdaging? Dat is de uitdaging, ja. En dat moet hieruit komen? Ja. Kijk. Zo. Hallo? Hey jongens. Hallo? Ze strommelt, hè? Ja. Veel of? Genoeg. Karel is geen boer. Hij doet dit allemaal puur als hobby. Maar hoe zeldzaam was het bij de geiten en bij de koeien nou? Bij de geiten was het nog extremer. Daar hebben ze uiteindelijk in de jaren 60 van de 5 geiten die nog over waren, zijn ze helemaal weer begonnen. 5? 5. Dus je hebt ze eigenlijk mede dankzij jou zijn ze gered? Mede? Ja. Ja. Want dat zijn dingen, daar kun je niet alleen. Word je hier nou heel vrolijk van als je kijkt? Ja. Nou, weet je wat het is, joh? Als je van het werk weer komt, je trekt je oude kloffie aan. En je gaat op een gegeven moment hier naar de dieren toe. Je komt gewoon tot rust. Ja. Wil je van mij een pepernootje? Want het is tenslotte bijna Sinterklaas. Zo, kijk. Ja, lekker. Oh, dat is lekker. Wil je een pepernootje? Oh, hij valt. Kom. Wat gaan we hier doen? Dan zijn we hier bij het Laakveld Kippen beland. Ach, kijk. Ja. Kijk, en dan heb je eigenlijk dezelfde tekening als bij de koeien en bij de geiten. Mooi zeg. Mooi zwart aan de kop, mooi zwart aan de staart. En grijs. Met een wit laken om het lichaam. Nou, dit zijn de 2 hanen en de 3 hennen die ik aankomend weekend mee wil nemen naar de keuring. Een beetje huisvredebreuk lijkt het wel. Kipping heb je. We gaan nu de kippen wassen. Ze kunnen de kippen wassen. Nog mooier. Ja. Kijk, als jij naar een feestje gaat, dan wil je er ook netjes uitzien. Wat ken je me toch goed? En dat doen we met de kippen dus ook. Wat we verder gaan doen, is dat wij op een gegeven moment even de schade bijpakken. Kijk. Even de wenkbrauwen bijknippen. Zo, is dat beter? Dit is weer beter. Van die kant ook. En van deze kant dus ook. En dan gaan we nog even kijken in details of alle veertjes weggehaald zijn. Dan beginnen we met de babyshampoo. En dan halen we, in principe halen wij alle het vuil wat dus in de dieren zit, dat halen we eruit. Ja. En in de andere, daar doen we de soort blauwsel, doen we erin. Dit is geen shampoo? Dit is ook een soort shampoo. Aha. Veel! Ik had dus een heel klein beetje op mijn hand en dan was ik een hele bos mee. Nee, maar goed, er moeten dus 5 kippen gewassen worden. En dan ga je hem dus helemaal wassen. Deze was op zich niet zo heel smerig. Nee. Gaat hij nog in het blauwsel? En dan gaat hij in het blauwsel. En dan gebruik ik vaak dat gewoon. Weren't you so strong? Ik denk dat je tot de beste bent. That you played with fire. In jouw hart doe je het om tegen jouw zoon of je kleinkinderen misschien ooit te zeggen van hé, ik heb iets nagelaten voor de wereld. Of doe je het nu op dit moment voor Karel, die daar staat zaterdag en zegt, hey, ik heb gewoon de mooiste haan, mensen, dat is deze. Ik denk als je heel reëel bent, dan is het voor de korte termijn zaterdag winnen. En ik denk als je over een x-aantal jaren misschien qua leeftijd moet stoppen, dat je dan denkt, ik heb iets nagelaten. En dan geef je gewoon een dubbel antwoord. Ja. Je moet er één kiezen nu. Je moet er één kiezen. Ik ga voor zaterdag. Ja. Kom op, kip, haan, hoe heet die eigenlijk? Deze die hebben geen naam. Ja. Like everyone.